Burgemeester Marcel Frenzel van Woensdrecht reikte woensdag in Ossendrecht de eerste hondenpenningen uit. De Huskies van PvdA-fractievoorzitter Kees Jaspers hadden de eer om als eerste een penning, met erop het logo van de gemeente, om de nek te krijgen. Mensen die keurig hun hondenbelasting betalen, krijgen de penning. De gemeente wil met deze maatregel duidelijk zichtbaar maken wie wel en niet betalen. Ja, als je belasting moet betalen, dan moet je het allemaal doen. En dan moet je dat kunnen controleren als gemeente. Nadat de gemeente aankondigde een penning in te voeren, is het aantal aangiften voor hondenbelasting wonderbaarlijk gestegen van 1100 naar ruim 2700. Nou, als ik het positief meld, dan wil iedereen natuurlijk dat unieke collectors item bij de Rijksmunt in Utrecht geslagen met op dat logo van Woensdrecht en dat unieke nummer. Dat wil iedereen hebben. Maar ik denk dat de hoofdreden toch is, mensen merken ja, dat we het nu serieus nemen en dat iedereen die een hond heeft, dat die door de hondenwachter gecontroleerd kan worden. En ja, dan moet je een boete betalen. Hondenpoep is de grootste ergernis van de inwoners van de gemeente Woensdrecht. De penningen zijn een belangrijke stap in de strijd tegen dit probleem. Kinderen die zitten op trapveldjes met hondenpoep, mensen glijden erover uit, trottoirs zitten eronder. Daar ergert de bevolking zich aan en daar willen we toezicht op hebben. Daar is de hondenwachter ook voor. De huskies Doska en Laika waren in elk geval blij met hun penning. En nu nog die 2700 andere honden.